me los. Laat me los, ik heb niks gedaan. Laat me los. Laat me los. Ik heb helemaal niets gedaan. Ja, vrouw. Dank u wel, vrouw. Ja, vrouw. Dank u wel, vrouw. Zo, zo, ja. Als je straks thee wil hebben, Piet, ik zal eerst even het ontbijt er binnen brengen. Ja, graag. Je bent ook zo vroeg gekomen. Ja, ik was om 6 uur al uit de veren. Maar ja, er werkt een heleboel mensen op een groot karrewaai en daar hoor ik ook bij. En dan word ik om 8:30 al verwacht. Nou ja, ik vind het prachtig hoor, klaar is klaar. Die keukenkast die klemde zo vreselijk. Ja, anders knapt Zwiebertje die karweitjes nog wel eens op. Maar ik snap er niks van. Ik heb hem de laatste tijd helemaal niet meer gezien. Nee. Ik denk dat hij in de rat zit. In de rat? Wat nou? Ja. Hij is toch niet bang voor mij? Nee, natuurlijk niet. Maar hij is bang dat Brom wraak zal nemen. Brom zal wraak wil nemen? Waarvoor? Zwieber heeft toch niks gedaan? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar hij denkt dat Brom denkt... Oh, ik kwam juist vragen waar mijn ontbijt bleef. En wat hoor ik? Onze veldwachter aan het denken geslagen. Ja, burgemeester. Ja. Ik ben een beetje opgehouden, meneer. Ja. Maar ik vroeg juist Van Dijk of hij nog wat van Zwiebertje wist. En dan vertelt Van Dijk me dat Zwieber bang is en zich niet meer durft laten zien. Ja. Bang? Waarvoor? Voor wie? Ja, hij knijpt hem voor de veldwachter. Dat Brom zo wraak wil nemen, meneer. Ja, dan snap ik er helemaal niets meer van. Maar waarvoor dan? Nou ja, u weet toch dat gaat doen met die wip hier in de keuken, hè? Nou ja, toen heeft Zwiep Brom voor schot gezet tegenover u, vindt hij, hè? Nou, en dat heeft hij later nog een keer gedaan bij de barones. Toen is Brom weer voor schot gezet. En nou heeft Brom gedreigd dat hij hem wel eens te pakken zal nemen. Wat een onzin. Als je Zwiebert je ziet, doet de groeten, hè? Ja, ik zal het doen. Ja, wacht even. Er is nog iets. Ja, er zit hem nog iets dwars. Zeg, onze Zwiep doet wel erg moeilijk, hè? Nou, daar kan ik hem niet ongelijk in geven, burgemeester. Hij wou namelijk de vrouwen en de baronessen bedanken voor hun hulp. Dat had hij dan ook best eens kunnen doen, Van Dijk. Ja, maar dat had hij wel gewild. Ja. Maar die huizenknecht... Oh, die Jacobus? Ja, die. Nou, die heeft in ene keer Zwiep zo het huis uitgewerkt. Wat? Ja. Dus als ik het goed begrijp, had Zwiep... Ja, hij had het willen doen, maar hij is er niet toegekomen. Zo zat het. Goed dat ik het weet. Ja, het is wel even geleden, maar ik zal mijn schoonzuster ervan direct op de hoogte stellen. En nou wat bijtzaken. Ja, meneer, ik ga met u mee. Gaat u voor? Nee, dame. Naar jou, zeitje. Ja, zo. Ja, juffrouw. Nummer 12, graag. Ja. Zo. Het is weer plat. Ja, Robert. Dank je wel. Tot ziens. Mevrouw de barones heeft gebeld. Is er iets, mevrouw? Ja, Jacobus, er is iets. En geef me ogenblikkelijk een duidelijk antwoord op mijn vraag. Zoals mevrouw wil. Zwabbertje wil de afscheid van mij en mijn nicht nemen en zijn dankbaarheid betonen. Waarom heb jij dat verhinderd? Waarom heb je hem zonder meer de deur uitgestuurd? Maar mevrouw, ik... Kort en duidelijk, Jacobus. Ja en nee, mevrouw. Ja en nee is wel kort, maar niet duidelijk. Mevrouw, hij had zijn maaltijd genoten en ik vond het niet nodig dat hij u nog een keer zou lastigvallen. Toen ik jou vroeg waar Zwabbertje gebleven was, beweerde jij dat hij hals over kop de benen genomen had. Ja, mevrouw, ik dacht namelijk... Je hebt niet te denken in dit huis, denk ik. Zoals u wilt, mevrouw. Je kunt gaan, Jacobus. Jawel, mevrouw. Tja, wat vroeg Robert me laatst ook weer. Als jij eens een karweitje voor Zwabbertje hebt.
Nu de tuinman ziek is, kan hij mooi de bloembedden wieden. En het gazon maaien. Ja. Ja? Met de barones van Stoet... Met de barones van Troetelaat tot Zoethaspel? Wilt u mij verbinden met de burgemeester? Een beetje vlug, alstublieft. Nee, geen ogenblikje. Onmiddellijk. Veldwachter. Ja, ik hoorde je stem en ik kom iets vragen. Nee, nee, blijf zitten, veldwachter. Goed geslapen, veldwachter? Ja, meneer, uitstekend. Blijf zitten. Je hebt weer een gezonde blos op je kaak en je kijkt weer zeer strijdlustig uit je ogen. Ja, maar wat wil u, meneer, met het prachtige weer? Nou, dan voelt zelfs een veldwachter zich bij mens, meneer. Echt weer om een schitterende wandeling te maken, hè, veldwachter? Blijf zitten, blijf zitten. Ja, u zal mijn ronde bedoelen. En dit keer een zeer bijzondere ronde, veldwachter. Een bijzondere ronde, meneer? Ja, ja, mijn schoonzuster heeft zo net gebeld. Ze heeft het toch niet over mij beklaagd, meneer? Ja, nee, hoe kom je daaruit? Ga nou zitten, veldwachter. Ja, en kijk toch niet zo benauwd. Dat is een kwaaie geweten, meneer. Ga je mijn zaadje. Een gewetensvol veldwachter. Nee, veldwachter, kom maar gaan. Mijn schoonzuster heeft gebeld dat ze nog een paar karweitjes heeft... die ze graag door Siebre wil laten opknappen. Ja, dan kijk je weer zo benauwd, veldwachter. Alweer zijn kwaaie geweten, meneer. Je hebt zaadje toch? Een uiterst gewetensvol veldwachter, zaadje. Dus, veldwachter... Zoek ze weer op en vraag hem heel vriendelijk of hij zich bij de barones wil melden. Wat? Ja, meneer, u zegt nou wel, zoek ze weer op. Maar ik heb hem in geen weken gezien, meneer. Oh, dat komt ook omdat hij kwaad bang is voor jou. Oh ja? Ja. Zie je? Dus hij heeft een kwaad geweten. En dus, terecht, hoor, meneer. Dus terecht. Veldwachter, je hebt gehoord wat ik gezegd heb. Zoek ze en vind ze. En zeg hem dat hij zich bij de barones meldt. Begrepen? Ja, meneer. Punt. Stel je niet aan. Ja, u hebt makkelijk praten, je verzaartje. Heb je gehoord wat meneer zei? Ja. Zoek Zwieber op. Ja, zoek Zwieber op. Ja. Waar? Maar dat kan ik je vertellen. U? Ja. Zij, je hebt het wel zeker niet verstopt hier in de tuin of in de schuur of ergens anders? Nee, nee, nee. Van Dijk vertelde me net dat hij meestal sliep in de boerderij De Hooiberg. Weet je wat, er bij mij boven. Ja. Nou, misschien is het er nog wel. Het is nog zo vroeg. Misschien slaapt hij nog. Ja, natuurlijk. Ik... Ja, maar je verzaartje, als Fiebertje me aanziet komen, dan heeft hij gelijk de benen. Ha, maar je moet ook geen vliegen met azijn vangen. Maar met honing. Wat bedoel je nou weer? Ah, je moet niet direct brullen of in naam van de burgemeester. Hier, pak aan. En dan zeg je... Oh, in naam van je verzaartje, een zak met boterkoekjes. Precies, en gaan we gaan. Ja, je verzaartje, het is veilig beneden bewaardigheid, hoor. Maar u hebt gelijk. Ook een veldwachter mag wel eens een trucje gebruiken. Zo. En als je hem ziet, doe dat de groetjes, hè? Ja. Dag. Dag, je verzaartje. Goed, hè? Ach, kijk hem daar nou liggen. Zo'n onschuldig mannetje, hè? Ja. Yeah. Laat hem maar schuiven. Dus zo. Oh, nee. Wat zei je verzaadje ook weer? Niet met honing? Nee, wel met honing, maar niet met azijn. Dat zei ze. Ja, zo is het. Nou, dan bedoel ik wat je verzaadje zegt, hè? Ja, yeah. Zak met boterkoekjes. Dat ruikt lekker. Hé, hier is een gebroken koekje bij. Ja, dat kan je toch niet presenteren, hè? Zal ik maar even opeten. Hé. Die is niet gebroken. Oh, maar ze zijn erg broos. Kijk maar. Lekker, hoor. Heerlijk. Heerlijk. Ik ruik zaar. Huh? Oh. In naam van je verzaartje, een zak met boterkoekjes voor jou. Ja. Waak ik of droom ik? Nee hoor, je bent klaar wakker. Hier, pak hem. Je probeert me toch niet te beduvelen, hè? Ik? Heb ik nou ooit... No, vaak. Heel vaak. Filip? Die zijn echt.
Ja, van juffrouw Saartje. Van Saar. Mijn echt, die Saar toch. Die juffrouw Saartje toch, hè? Wat een vrouw. Wat een vrouw, wat een dame zal je bedoelen. Heb jij ook een zakje gekregen? Nee. Nee, ik ben maar een veldwachter, hè. Oh. Nee. Ja, je bent maar een veld... En die lust geen koekjes. Nou, lusten. Maar kijk eens, als ik in functie ben, niet, hè. Ben jij nou in functie? Nou, wat zal ik zeggen? Zo half en half, hè. Oh, natuurlijk. Vandaar die kruimels in je snor, hè, ouwe snoepert. Kruimels in mijn snor? Ja. Ja, zie je, dat komt... Men? Nou, er was een koekje gebroken en dat dorst ik jou niet zomaar te presenteren. Wat ben je toch bezorgd voor me, hè? Hey. Maar als ik het zo bekijk, zijn deze allemaal heel. Ja. Die lust je dus niet. Nou, lust misschien als... Nou, misschien, hè? Of hier maar eens op. Neem deze maar eens. Nou, het is dat ik het zo vriendelijk vraag. Dankjewel. Ho, ho, ho. Niet zo gul, zeg Kalleman. Hier, kom er eens even bij zitten. Bij de, hè? Zo. Hé. Dat jij hier aan slapen kan. Wil je niet? Nou. Lekker zacht, warm. Ja. En als men in de buitenlucht. Neem nog een cookie. Hey, niet zo gulzig, anders verslik je misschien nog. Voor een kwaliteit, hè? Ja. Daar kan nog geen banketbakker tegenop. Je ruikt de roomboten. Ja, hè? Hey. Het vet komt door het zakje, ja? Niet om het een of ander. Nee. Maar ik mag toch niet veronderstellen dat je alleen voor de koekjes komt. Ja. Nou, je net zegt. Aha. Dat was nog iets anders, hè? Ah, nu komt de aap uit de mouw. Nee, niet de aap, de barones. De barones? Ja, de burgemeester had een boodschap voor je van de barones. Voor mij? Ja, ik geloof dat ze een karreweitje voor je had. Ja, ik zou er maar zo gauw mogelijk naartoe gaan. Nou, breek mijn klomp. Zal ik de parasol dragen en een eentje met te gaan wandelen? Nou, dat zou een mooi karreweitje voor jou wezen, zeg. Als ik jou was, zou ik wel maar haasten. Uh-huh. Niet zo vlug, kalm aan. Wat dan? Dit is belangrijker. Eerst de koekjes. Hier, neem je nog een. Nou, je zegt. Blijf dan in. Dus, Swabbertje, je hebt begrepen waar het om gaat. Je kunt dat werk toch wel? Ja, zeker. Tuurlijk. Ik ben erg goed in tuineren, hoor. Dus de heg bijknippen en onkruid schoffelen. Ja, binnen. U had gebeld, mevrouw? Ja, meisje. Wil je vragen of Jacobus even hier komt? Goed, mevrouw. Juist, ja. Hersnoeien en onkruid schoppen. Ja. En ook in deze tijd van het jaar, als ik u eventjes in de aardelijke reden mag vallen. In deze tijd van het jaar moeten ook de dahlia knollen en de begonia knollens. Die moet je uit de tuin halen. En in de schuur opbergen, of in de kelder, vanwege de nachtvorst. Swabbertje, je hebt echt verstand van tuinieren. Ja, doe dat ook maar. Dat is prachtig. Ja, prachtig. Ja, en wat ik je nog zeggen wou. Jacobus zal je dadelijk wel wijzen waar de werkkleding hangt en waar de klompen staan. Juist. En waar je tuingereedschap vindt. Ja? Mevrouw, u hebt mij laten roepen. Ja, Jacobus. Ik wilde je vragen of jij Swabbertje wil wijzen waar de tuinkleding hangt en waar je het werkgereedschap vinden kan. Juist. O, ja, dat is waar ook. Hoe lang werk denk je hier aan te hebben? Het ligt er helemaal aan. Alleen de voorkant of het hele park. Oh, natuurlijk, het hele park, man. Aan half werk heb ik niet. Natuurlijk niet. Nee, 2 dagen. 2 dagen? Te lang? Jacobus? Mevrouw? Dan zal Swabbertje hier ook moeten overnachten. Ja. Overnachten? Maar mevrouw... Geen gemaar, Jacobus. Mag ik mevrouw misschien op het tand maken dat in de bediendenkwartieren alle bedden bezet zijn? Nou, dat geeft niks hoor. Ik zoek mijn eigen hooikwartier wel op. Oh, geen sprake van. Als een man een hele dag hard gezwoegd heeft, heeft hij recht op een warm en goed bed. Een hooiberg. Oh, jakkes, nee. Nee, mevrouw, ik zei toch... Niet jij zegt wat, ik zeg wat. Ja, mevrouw... Jij slaapt in een groot 2-persoons bed.
Bij jou is plaats in overvloed. Zoals mevrouw beveelt. Maar dit is op zijn hoogst gezegd. Hoogst ongewoon. Tja, het is dan ook een noodmaatregel. Mevrouw... En spreek me niet langer tegen. Zoals... Je kunt gaan, Jacobus. Jawel, mevrouw. Een zwabbeltje volg, Jacobus. Hij zal je wegwijs maken. Wegwijs maken? Ja. Oh, jazeker. Oh. Ja. Jij kunt ook gaan. Ogenblik. Dank u wel. Viel ik voor rimpeltje op een drempeltje. Kijk eens, meneer, ik ben ervan overtuigd dat mijn meesteres niet weet hoe genoegelijk en hoe gezellig het is om in een hooiberg te slapen. Weet jij dan wel? Meneer is een grappenmaker. Ja. Kijk eens, een man van mijn stand spreekt uiteraard niet uit ervaring. Maar ik wil meneer dit wel zeggen, meneer houdt mij ten goede, dat ik ervan overtuigd ben dat meneer een goed en zacht bed niet zal kunnen appreciëren. Daarom zal ik mevrouw de barones mededelen dat meneer van haar aanbod geen gebruik kan maken. Dat kan meneer rustig aan mij overlaten. Ja, hoor eens even, Kobus. Nog altijd Jacobus. Ja, Jacobus of nee, Kobus, wat doet dat nou toe? Het doet er heel weinig toe, meneer. Het enige wat er toe doet is een hooiberg. Meneer kan vanavond dus rustig in zijn eigen hooibergje kruipen. Nee, niks ervan. Ik wil nou wel eens in een echt bed slapen. Samen knus naast jou. Misschien ga ik dan wel nooit meer weg. Meneer, ik waarschuw u, in mijn bed zult u geen stroosprietje vinden. Ja, daarom. Meneer, daar kan niets van komen. Zo kan er niks van komen. Nou, en ik zeg je dat ik het wel doe. Meneer, pas op. Ik vergrijp me aan u. Oh ja? Nou, ik blijf lekker samen gezellig met jou lekker in een bedje tukken. Meneer, dat gebeurt niet en nooit en ten nimmer. Pas op of ik val u aan. U gaat vanavond in uw hooibergje. Nee! Ja, nee zeg ik. Nee zeg, ja zeg ik. Ja, ah, nee zeg nee, ja. Ja. Ah, wat heb je met mijn moeier? Zijn jullie aan het kibbelen? Oh. Ja, nee, vrouwle. Ik wist slechts enkele stroosprietjes van het jasje van meneer Swabberswiep. Ah, dat is helemaal niet waar, vrouwle. Jacobus wordt vannacht mijn slaapie. We gaan met z'n tweeën in een tweepersoonsbed. Nou, dat wordt stoeien geblazen vannacht. Hé, Koos? Dat wordt zeker stoeien geblazen. Ik zie er met genoegen naar uit. Ja, dat dacht ik ook. Zeg, Koos? Meneer. Jij zou mijn taalgereedschap nog wijzen. Ja. Of meneer mij maar wil volgen. Stoeien. Anders niets voor onze brave Jacobus. Tante maar eens vragen waar ze het eigenlijk over hebben. Het spijt me wel, je versaartje, maar Sweep heeft ze vanmorgen nog niet meer laten zien, hoor. Nee, 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 dat is jammer. Maar ja, met dat zakje met koek als lokaas. Ja, je vertelde toch dat de Sweeper meestal in die meiboom sliep, in die hooiberg daar. Ja, nou, daar heb ik Brom naartoe gestuurd. Oh, nou ja, als Brom een beetje gelok heeft, hè. Ja, maar mijn kameraad is anders niet zo vroeg bij de pinken. Tenminste, als je niet bij de boer moet werken, hè. Oh, ik hoop het maar. Ja, ik ook, ja. Zeg, Piet, weet je waarvoor je kwam eigenlijk? Nee. Ik wou vragen of jij het nog van dat overgedijnstof had. Oh, weet ja. Je wel dat... Ja. Overgedijnstof, wat voor... Dat Brabantse bond, dat blauwe. Ach, weet je wel? Heb u alles gehad? Ja, precies. Ja, ik heb laatst een paar jaar gekocht. Dan zal ik even kijken, hoor. Ik vermoed wel dat ik weet waar het ligt. Jaco, ga jij eens even met tante Sjaar. Kom jij maar even hier. Doe maar. Help maar even. Nou, dan zal ik hem maar nooit. Ja, alsjeblieft. Even geduld, hoor. Ja, hoor. Geef aan. Zo, lekker, hè? Oh, wat is dat lekker. Nou, draai toch. Is het gewoon leuk? Nee, ik heb het al. Het is zo lens, hè? Ja. Het is allemaal niet deze bedoeld. Ja, dat is het precies. Oh, juist. Ja. Fijn, ja. Zeg. Nou, hoeveel had u ongeveer gehad willen hebben? Nou, het is zo'n beetje zo en zo breed. Nou, ik dacht 5L, dat heb ik wel genoeg. 5L, nou, dat zit er zeker op. Ja, dat dacht ik ook wel, hè? Nou, dan zullen we dat eens precies voor u uit gaan meteren. Hè? Jongen. Ja, dat is een leuk stokje, hoor. Ja, dat is een mooie stof, hè? Nou, stevig. Ja, daar zal u plezier van hebben. Ja. Nou, alsjeblieft. Dat is 3. Er is bromslag. Wat? Nee, nou zal je... Wacht even. Ja. Help, wachten. Oh, dank je wel, Saartje. Goedemorgen. Nou, wachten. Heb jij nog wat van Swiebertje gevonden? Ja, ik dacht van Dijk ook. Ja. Goedemorgen, hoor. Goedemorgen. Ja, juffrouw Zijken, zo'n karrewijsje kunnen ze gerust aan mij overlaten, hoor. Ja. Ik ben trouwens op weg naar het gemeentehuis om de edelachtbare verslag uit te brengen. Ja. Dus je hebt hem gevonden. Dat bedoel je toch, hè? Dat wel, maar zo eenvoudig was het niet, juffrouw Zijken. Nee, want toen ik bij de hooiberg kwam, dan was er geen spoor van Zwiebertje te ontdekken, hè? Hey. En toen? Je maakt het toch zeker niet de allerspannendste geschiedenis van met het houden. Nou ja, eerst dacht ik, wat zal ik doen, omkeren of niet omkeren? Ja. Hè? Maar toen dacht ik, nee. Ik zet mijn onderzoekingen voort. Alsjeblieft. En ik klom tegen het laddertje op, wat tegen de hooiberg op stond. Mm-hmm. Nou,
Daar lacht meneer, hoor. Ja. Ja, in diepe rust verzonken. En? Nou, toen heb ik aan u gedacht, juffrouw Saartje. Ja, ik heb niet gebuld dat de naam er werd. Nee, juffrouw Saartje. Ik heb heel lief en zachtjes gezegd, in naam van juffrouw Saartje, een heerlijke zak met boterkoekjes. Nou, juffrouw Saartje, het was gelijk koek en ei tussen ons. Zeg, en toen heeft hij die hele zak in één keer natuurlijk opgesmikkeld. Helemaal niet. Nee? Nee, wat dat betreft moet ik eerlijk wezen, hoor. Zwiebertje heeft zich als een heer gedragen. Zo? Ja. Ik mocht zelfs af en toe ook zo'n heerlijk boterkoekje tot me nemen. Ja, zo is Zwieber wel, hoor. Ja. En waar is hij nou? Oh, je verzaadje. Hij is ogenblikkelijk op weg gegaan aan de mevrouw de barones. Ja. Zoals de edelachtbare het bevolen had. Ja, ja hoor. Ja. Nou, dat is het hele verhaal. Ja. Zeg, ik ga nou even verder, hoor, want de edelachtbare zit ook op me te wachten. Tuurlijk. Ja. Nou, bedankt, hè. Dag, ja. Veldwachter. Dag. Ja. Ja. Ik ga gauw rapport uitbrengen, hoor. Ja, alsjeblieft. Dag. Ja. Ja. Bellen niet doen. Ik blauw. Hoe kan het nou? Kan hier binnen toch niet regenen? Nee? Vermoeide tuinman, hè? Een beetje plagen. Hey. Wacht even, ik zal jou. Nee. Wat je mij gedaan hebt, dat zal ik je precies terug doen. Kom eens hier, kom eens hier. Ja, had je geen idee van, hè? Joehoe! Zo, kereltje. Hard gewerkt vandaag. Ik zag het vanuit de salon. Opgeschoten? Ja, ik heb geschoten. Nee, ik bedoel, ik ben opgeschoten in de tuin, ja. Dat is waar. Ik heb ik weet niet, een hoedje gewerkt. Ik heb het op ook. De heg gesnoeid en de onkruid geschoffeld en aardbeien opgeschud. En de spessiebonenbedden uitgeklopt. Dat is het. Ja, brang die dingen weg. Brang die dingen weg, jammer. En wassen. Wassen, goed hoor. Oh, waffen. Ja. En in de keuken krijg je dan het eten wel opgediend. Ja. Ja. Dat is lekker. En wat de tuin betreft. Ja. Daar spreken we later nog wel over. Oh, goed zo. Paffa! Oh, wat ruikt het hier weer heerlijk. Mag ik nou eens raden wat jij aan het praten bent? Ga uw gang, meneer. Ik ruik... Mensenvlees. Saartje, doe alsjeblieft niet zo griezelig. Ik weet het. Ja. Carbonaatjes. Lekker mis, meneer. Gehaktballetjes. Ik geloof niet. Laat zien. Ja. Alsjeblieft. Zo. Heb ik jou even fijn met de neus, Saartje. En Saartje, neem jij de telefoon nou even. Oh, nee, meneer. Ik heb zulke vette handen. Kijk eens. Doe nou, Saartje, alsjeblieft. Maar meneer, het is toch voor u. Ja, met de burgemeester. Oh, ben jij het, Henriette? Over Zwieber. Ja, een uitstekende werkkracht. Ja, wat? De hele tuin in een dag omgespit? Ja, ja, als hij het helemaal op zijn heupen heeft. Ja, dat is hij niet meer te houden. Ja. Nou, het is erg fijn dat je me nou even over opbelt, Henriette. Ja, heel graag. Ik kom je binnenkort weer gauw eens een bezoek brengen. Akkoord, maar dan bel ik je eerst even op. Goed. Ja, dag, Henriette. Tot ziens. Je hebt het zeker wel begrepen, Saartje. Mijn schoonzuster uiterst tevreden met de werkzaamheden van onze Zwieber. Wat heerlijk, meneer. Nou, maar Zwieber weet van aanpakken. Ja. Nou, dan ga ik eens op een gebak van mijn gehaktbal. Lieve help. Zeg, waar is mijn gehaktbal?
Ik ben mijn gehaktbal verloren, Saartje. Oh, laat me liggen, meneer. Die is toch veel te vies. Wacht eens even. Daar weet jij meer van, jongen. Nou, nee, draai je niet om en kijk me recht in de ogen. Waar heb je hem gelaten? Of heb je hem soms zelf? Hè? Meneer, met zijn gehaktballetjes. Geen antwoord. Goed, dan weet ik wel raad. Ja, dat is uw eigen schuld, meneer. Ga eens mee, meneer. Huh? Nou, dat valt mee. Je hebt er toch niet zelf stiekem van, hè? Oh, nee, meneer. Weet je wat ik nou doe, Saartje? Dan ga ik hem hier opeten op de gezondheid van onze zwiever. En dat zwiever maar weer gauw hier mag komen, meneer. Eet u smakelijk. Saartje, en als u weer getelefoneerd bent, ik ben voorlopig voor niemand te spreken. Begrepen? Voor niemand. En nu ga ik eerst van mijn gehaktbal genieten. Haha. Dus jij kruipt vannacht niet in jouw bergje? Nee, inderdaad. Ik kruip vannacht in een adellijk bedje. Ja. Tussen de adellijke lakens, onder een adellijk dekentje, met mijn hoofd op een adellijk hoofdkussentje. Jazeker, en vorige week toen zei je nog, toen wou je, heb ik je uitgenodigd. Waar ging je het nou over? Nou, ik heb je toen uitgenodigd om bij mij de nacht door te komen brengen. Toen wou je wel in jouw bergje. Nou, maar ik snap het al. Zou ik even mogen weten wat bedoel je met ik snap het al? Mijn eenvoudige kossentjes en mijn eenvoudige lakentjes zijn jou natuurlijk niet adellijk genoeg. Nee, de deftigheid is jou je bol geslagen. Ga zitten en zeur niet zo, alsjeblieft. Ja. Doe me een plezier. Ja. Het gaat om de barones. Als ik me zien krijg, kroop ik inderdaad in mijn hooiberg. Ja, op bevel van de barones. Nee, niet op bevel van de barones. Je moet niet zo doodzeuren, dat is helemaal niet waar. Jacobus de huisknecht, dat is het hem. En de barones die laat ons in een tweepersoonsbed slapen. Nee. Samen. Ah. Nee, en dat vind jij leuk? Helemaal niet, de rillingen lopen over mijn rug. Nee. Maar Jacobus, die wil niet. Daarom gaat het. Nou, dat gaat allemaal boven mijn hoed, hoor. Neem me niet kwalijk. Jij wil het niet, hij wil het niet. En toch doe je het. Luister even, dan zal ik het je uitleggen. Kijk, Jacobus, die jent mij. Oh. Die jent mij op alle mogelijke manieren en mogelijke manieren. Hij probeert me alsmaar te jennen. En vannacht is het mijn beurt. Hm. Ik jen hem van de slaapzonder en de kelder. Ja. Ah. Hey, hoppa. Steek je grootje in brand. Ja, rustig, zeg. Ja, nou, zeg maar, ik begrijp het nou wel. Jij gaat gewoon naar bed. Uit wraakgevoelens. Juist, eindelijk snapte je het, hoor. Jongen, we zijn er. Ja. Maar, ik ga er vandoor, want de barones zit nog met te hunkeren. Hey, Jacco. Jacco, jen jij vannacht ook je baas maar eens uit zijn bed. Dat is goed voor hem. Niet stoken in een gelukkig gezin, hè. Nou, je jent maar lekker, hè, en je slaapt maar adellijk, hoor. Ja, ik zal de barones een nachtzoen namens jou geven. En u? Graag. Nou, tot de volgende keer. Jongen. Je hebt een heleboel rare mensen, Jaco. Als ik je daarvan vertel. Nou, maar zo rare als Zwiebert is. Nou, zo is er maar één. Kom, we gaan een beetje. Doe maar. Nee, niet te bijten. Gewoon opstappen. Doe dan. Ik ben altijd zo lief. Kom maar. Hé? Was is ook lief voor jou. Kom maar, hoor. Kom maar. Goed zo. Oh. Niet in mijn oor. Welterusten, Jaco. Vier. Ja. Die moet eraf. Jij bent aan de beurt, Zwiebertje. Ja, dat weet ik ook wel. Maar waarom mag ik nou ook niet 2 zetten achter elkaar doen? Nou heb je al 3 opzettetjes van me weggepikt. Ja. Kun jij niet tegen je verlies? Nou ja, best, maar als het niet hoeft. Nou, dan erger ik me blauw. Het spelletje heet anders. Mens erger je niet. Ja, dat weet ik ook wel, maar ik heb er ook geen zin meer in, hoor. En ik geef het op. U hebt al 2 hokjes vol en ik nog niet 1. Ja, maar je hebt nog best een klein kansje, hoor. Vrouwen, Zwiebertjes houden niet van kleine kansjes. Ik geef het op. Goed. Dan beginnen we een nieuw spelletje. Nee, daar heb ik ook geen zin in, een nieuw spelletje. Laten we nou gewoon gezellig een beetje babbelen. Nicolie. Ja, tante? Pak eens even aan.
Witte koekjes. Voor jou en zwabber. En bokkenpootjes. Ja. Heerlijk, tante. Oh, tantetje, wat zalig. Barones, neemt u me niet kwalijk. Ja. Nog een kwartiertje, Nicolien, en dan is het bedtijd. Je weet, we moeten morgen allemaal weer vroeg op. Ja, dat is waar. Ja, tante. Zwiebertje, zoek maar uit. Hé, zeg niet met je neus op die koekjes. Allee, nou, die neus van mij, het is een ondeugende. Maar die is ook lekker spul, vrouw. Dat lust je wel, hè? Ja, ik ben meer verzot op die bokkenpootjes. Bitterkoekjes, daar houdt Zwiebertje niet zo erg veel van. Oh, nee. Oh, en die... Die mag u hebben. Oh, dat dacht ik al. Ja. Jongen, wat ben jij goed geefs. Ja, jij zeker al die bokkenpootjes, hè? Nou, nee. Tuurlijk niet. Nee, die gaan hem verdienen. Verdienen? Waarmee? Nou, met een spelletje. Ja, niet met het saaie spelletje van mens erg hier niet. Een gewoon spelletje. Ja, wat voor spelletje bedoel jij dan? Ja, dat verwacht u maar wat. Wat voor spelletje dan? Houdt u van hoepsen? Van hoepsen? Ja. Wat is dat? Nou, hoepsen, dan ga je boven in de trap zitten met je voeten tegen elkaar, handen over elkaar. En dan tel je tot drie en dan hoep je de trap naar beneden. Wie het eerste beneden is, heeft een koekje verdienen. Oh, nou, dan moet je me dat eerst eens even voordoen, hoor. Ja. Gaat u op de trap zitten? Ja. Hé, voeten tegen elkaar, arm over elkaar. En dan tel ik 1, 2, 3. En dan 1, 2. Tot je beneden bent. En dan hol je naar de tafel. En dan pak je gauw een koekje. Oh, dat is alles? Nou. Goed, dat doen we. Dat doen we. Zo. Ja, helemaal boven beginnen. Ja, u mag aan de binnenkant zitten. Welke binnenkant? Deze binnenkant. Oh. Dan neem ik de andere binnenkant. Ja, ja, ja. Zo. Voeten tegen elkaar. Ja, heb ik. Goed zo. Arm over elkaar. Arm over elkaar. Stijf tegen elkaar. Arm tegen elkaar zitten. Ja. En dan mag u tellen. Oh. Nou, daar gaan we dan. 1, 2. En 1 is 3. Ja, maar je begint ermee. Ja. Nou ja. Hier, alsjeblieft. Nee, Zwieber. Die heb jij eerlijk verdiend. Allemaal van mij? Ja, natuurlijk. Allemaal voor jou alleen. Jawel, maar als je wat verdiend hebt en het is van jezelf, dan mag je er echt wel wat van weggeven. Alsjeblieft met de complimenten voor je speelkameraadje. Nou, vooruit dan. Dank je wel, Zwiebert. Wacht eens. Alsjeblieft, voor help. Zullen we nog eens een keer? Nou, nee, Zwiebertje. Ik vind het wel leuk, hoor, maar het is meer een mannenspelletje, hè? Ja, dat weet ik. Vrouwen houden helemaal niet van hoepsen. Nou ja, dan niet. Ik zei toch van nee? Nee, dat weet ik al, vrouw, maar dit is geen bokkenpootspelletje. Dit is gewoon maar... Uit de lol van privé en hop! Oh, dat vind ik zo zalig verhaal. Ik vind het alleen maar jammer dat ik niet zo'n leuning in mijn hooiberg heb, want dan ben ik gauw beneden. Ja. Nou, wat wil u voor een spelletje doen dan? Blinde mannetje. Ja, wat is dat? Een vrouwenspelletje. Oh, nou, ik heb daarnet een echt mannenspelletje gespeeld. Ja, dat is waar. Oh, vooruit. Nou, vooruit. Jij mag beginnen. Nou, dan ben ik mee uit. Klaar ben ik. Ik mag beginnen. Zwiebert. Ja? Hier is een blinddoek. Een blinddoek. Zo. Ja. Oh. Blind er niet voor. Zie je nog iets? Ja, nee, niks. Goed zo. 1, 2. Wacht even. En nu? Even draaien, hoor. Even draaien. Zo. Zo. Waar ben ik dan? Ho, ho. Pak me dan. Ho, ho. Als je kan. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, dat is de trap. Dat is de trap. Ja, daar loopt u. Daar loopt u. Hartstikke weglopen, hè? Is er weglopen? Aha, ik hoorde de deur. Oh, ja, hebben! Man, wat een keertje! Blijf van me af, eindig! Oh, tante. Tante, dit was een afschuwelijke vergissing. We speelden blinde mannetje. Zwiebertje probeerde mij te pakken. Neemt u me niet kwalijk. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw de barones. Een vreselijke misgreep. Ja. Maar ik had het echt niet zo bedoeld. Maar ik zal het goed met u maken. Hier, een paar koekjes, een paar bokkenpootjes. Maar dan verder niet kwaad om me worden, hoor. Zo. Ja. Het is dat je een eenvoudig man bent, Zwiebertje. Ja, eenvoud aan haar van harte vergoed wat je aan manieren tekort schiet. Ja. Vind je ze niet lekker? En deze dan, die zijn misschien veel lekkerder. Lust je die ook niet? Nou, neem die kwalijk. Ik had u alleen maar willen verwennen. Nou, dat... Begrijp je? Dat strekt je tot eer, eenvoudige man. Ja. Ja, nu zullen we ons ter ruste begeven. Opa. Jacobus zal je de kamer wel wijzen. Wat rusten, Zwiebertje. Wat rusten? Nicolien. Rusten, tante. Wat rusten,
Nou, ik heb een bijzondere verkeersfout gemaakt. Ja, alleen moet u erbij zeggen, er zijn nog wel andere dingen. Zijn er ook nog wel verkeerd gegaan, geloof ik. Ja, Zwiepertje, nou ja, maar ach, het was niet zo heel erg, hoor. Tante heeft best begrepen dat je het goed bedoelde. Ja, maar het was ook zo. Ik kon niet weten dat je tante niet versnoepelen hield. Nou ja. Zullen wij de koekjes dan maar verdelen? En nee, Zwiepertje, die mag jij verder hebben. Mag ik verder? Zeg, en ik moet nou op naar bed. Het is de hoogste tijd. Ja. Zeg, slaap lekker. Ja, dankjewel, vrouw. Ik zal van u dromen. En hartelijk dank voor de snoepwinkel. Wat rustig, vrouw. Als meneer mij maar wil volgen. Inderdaad, Jacob. Ik kom eraan. Wat doe jij nou? Ik schoon mijn nagels, meneer. Haha, doen ze de dierentuin ook met dit een olifant? Ja, meneer hoort eigenlijk ook in een dierentuin thuis. Ja, maar geestig. Oh, moet ik daarom lachen. Ja. Die Jaap. Als meneer nu eens wat minder zou willen praten en wat meer zou willen opschieten, het bed wacht. Ja, maar wachten? Ik moet ze vaak wachten. Het bed niet, meneer. Oh. Nou ja, ondeugende slaapkop. Zeg, Jaap. Moet je luisteren, sinds jij de indrukwekkende pak van jou over de stoel hebt gehangen, is er van jou niet van overgebleven. Ben je een hele gewone, rare, vreemde particulier geworden. Ik... Een particulier met een soepjurk aan. Ik dank meneer voor het compliment. Ja. Als meneer nu in bed zou willen stappen. Oh nee, dat zou me niet maken hoor. Eerst de deftigheid en dan het grut, pa. Na u, meneer. Nee, na u. Na u, meneer. Na u. Ja, schiet nu maar op, meneer. Ik aan de voorkant voor het geval ik er vannacht eens uit moet. Kom maar eens schelen. Ik kan er vannacht ook wel eens een keer uit moeten. Wees nou niet zo hard leers, meneer. Als de barones onverhoopt mocht bellen, moet ik er snel uit kunnen. Oh! Oh! Ik begrijp er geen best van, maar joh, dat zal wel waar wezen. Maar goed, meneer. Niets aan te doen, we gaan naar bed. Goed, kom, ga opzij. Ga mee. Oh, wat in jouw bed is dat, Ko? Oh, Kootje. Kootje bent de licht. Als meneer nu eens onder de dekens zou willen gaan liggen. Ja, dat doe ik. Ik ga onder de dekens liggen. Oh, de zalig bed. En zou meneer eraan willen denken dat hij op zijn helft blijft? Gaan we nou een beetje kietelen? Zo. Zo. We liggen. Ho! Wat nou? Oh, neem me niet kwalijk. Ik vergeet mijn zakdoek. Ach, zakdoek? Wie heeft er nou een zakdoek nodig in bed? Ik heb een zakdoek nodig. Dan gebruik dan het laken. Neem je laag, zeg. Kom alsjeblieft. Zo, mijn zakdoek pakken. Dan kom ik aan, Oko. Diep! Zo. Hé, hé. Hoe zit het, hoor? Schoon. Lekker. Nou, houden we dat zo? Slapen. Zeg, Ko, vertel jij nou eens een leuk, gezellig verhaaltje voor wij indutten. Komt er niks? Slapen. Slapen. Wat is wakker? Ah! Het stinkt. Wat stinkt dan alweer? Zeep. Ja, kan meneer die lucht niet verdragen? Dat had ik wel gedacht. Ja, dat had ik wel gedacht. Dus... Vreselijk ongezond. Ongezond, ja. Krijg je hoofdpijn van? Ja, hoofdpijn van de zeep. Krijg je hoofdpijn van? Ja, zeephoofdpijn. Ja, zeephoofdpijn. Zeephoofd. Wat lucht.
veel rotlucht. Het is gewoon een rot. Het gaat niet uit. Oh, meneer Fiemel, blijft u toch eens? Kan me niet. Alsjeblieft liggen! Blijf allemaal liggen. Met u meneer Seer, zeur niet. Het... Oh, heerlijk. Dicht dat raam, moet ik overvatten? Het moet niet, maar als je beslist wil. Ik zeg dicht dat raam, meneer Fiemel. Ik zeg open dat raam. Plat liggen! Blijf, eronder uit. Zijt geen beteuterd. Ik ga nu ook naar bed. Ja. Boom. Zo. Oh. Hier gebeurt wat ik zeg. Oh. Dit is mijn slaapkamer. Oh. Ik word er doodmoe van. Dat kan het niet schelen. Maar als ik nou vannacht weer benauwd krijg. Slapen zeg ik. Slapen. Slapen. Ik heb een dorst gekregen. Ik heb een dorst gekregen. Even een beetje drinken. Beter. Daar moet hij staan. Nou, ja. Nou, meneer, op uw helft. Blijf erin. Ja, geef zo, hè. Zo. Oh! Wat? Oh! No. Wat? Wat? Nee, niks. Ik heb trek. Meneer, ik had een glas water gehad. Ja, glas water, dit voelt niet. Wat voelt niet? Hier, kijk eens. Oh, wat is dat? Een koekje. Jij ook een? Heerlijk. Nou! Wat is dat? Het is een lekkere koekje. Oh, denk maar een beetje. Kalm aan, rustig aan. Niet in bed morsen. Wil je nog een bokkenkootje? Moet ik er eentje halen? Vlieg. Maar ik hou geen water meer voor je, hoor. Meneer, vlieg op met je bokkenpootjes. Je hebt zelf bokkenpootjes. Ik wil slapen. Bokkenpootjes. Ja, bokkenpootjes. Ik heb een idee. Rustig, blijf liggen. Oh, wat nou weer? Wacht even. Ik heb een idee. Zal ik jou lekker in slaap spelen? Hé? Beetje vals. Weg dat ding. En als meneer nu niet ogenblikkelijk stil is... Dan gooi ik hem vierkant het raam uit. Nou ja, moet jij weten. Huh. Dan zeg ik het lekker tegen de barones. Huh. Dan zeg ik tegen de barones. Net, want dan is het jouw schuld. Als ik niet slaap, ja. Nou ja. Als meneer nou niet ogenblikkelijk stil is, dan... Ja, wat dan? Dan timmer ik meneer in slaap. Oh, heb je een hamer om die kussen? Slapen, slapen, slapen! Slapen. Kijk, een nachtzoentje. Nou goed. Geen nachtzoentje dan. En dan droom ik ook niet van je. Nee. Dan droom ik lekker weer aan. Nee. En dan ga ik morgen lekker in het hart doen. Nee. En nu? Ik slaap, ik zoek mijn plekje. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het aan jullie allemaal te danken dat ik bij de barones een extraatje heb verdiend. Ja, eerlijk waar, hoor. En daarom moet ik eerlijk zeggen, ik trakteer, ik heb het verdiend, alsjeblieft, voor allemaal een sigaartje. En voor jou een doosje chocola omdat jullie zo'n molle bent. Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen dat jullie het echt verdiend hebben. En bovendien heb ik niet alleen centjes verdiend, maar nog een heleboel andere dingen. Wat heb je nog meer gehad? Niet verder vertellen, hoor. Nee, vertel op, Suiker, vertel. Kom. Ja. Nou, vooruit. Nou, moet je horen. Ik heb een heleboel lol gehad. Ja. Nou, vertel op, Suiker. Ja, goed. Kom, vertel nou. Nou, de barones die had gevraagd
omdat ik 2 dagen in de tuin bezig was, dat ik ook kon blijven slapen. Ja. Ik zei, nou, graag, mevrouw. En ik ben onmiddellijk naar jou toe geweest. Ik heb het hem verteld. Ja. Nou, je houdt het niet voor mogelijk. De barones die had gezegd dat ik met Jacobus in 1 groot 2-persoon bed moest slapen. Nou, ja. De tijd is op. Nu moet ik werkelijk gaan. En spoedig kom ik huis weer op. Maar nu is het gedaan. Dat schiebertje, dat zwerversman, bleef echt niet te lang weg. Als je maar even kan, kom dan weer bij ons zeg. Ja kindertjes, het is te pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoet naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. Lijkt het wel een zomeravond, hè? Nou, vertel maar uit. Lekker lauw. Zeg, Hé? Je zei daar even dat je bijna door je centjes heen was, hè? Nou, dat geeft toch niets. Morgen ga ik wel weer werk vragen bij de boer. Ja, ja. Als ik je nou eens een voorschottertje gaf... Nee, er is geen sprake van. Je weet, ik heb een hekel aan schulden maken. Nou, de 2 gulden. Nee. Ja, ja. Graag of traag. Zeg, zal ik een glaasje prik voor je inschenken? Nee, laat nou lekker zitten. Oh. We zitten net zo gezellig. Ja, net nou. Net als je wil. Heerlijk. Hé, Frip, is dat de burgemeester niet is? Ja, het is hem. Je hebt gelijk. Dag, meneer de burgemeester. Goedenavond. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Ja. Dag, meneer. Ja. Avondwandeling kunt je maken. Ja, super, inderdaad. Zeg, Van Dijk, je winkel is wel gesloten, maar mag ik je toch even lastigvallen? Nou, u altijd, meneer de burgemeester. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ga zitten, ga zitten. Als ik even naast jullie plaats mag nemen. Ja, meneer. Zo. Nou, kijk, de kwestie is deze. Onze Saartje is morgen jarig. Ja, ja, ja. Was maar glad ontgaan. Ja. Saar morgen jarig? Ja. Wees lief. Ja, Van Dijk, een maand of wat geleden vertelde ze me dat je van die prachtige bloedkoralen halsketting had. Ja. Ik dacht dat ik met zo'n ding haar wel een plezier zou kunnen doen. Nou, dus dat... als het niet te lastig is. Dan, zeker, hè? Meneer de burgemeester. Nou, u valt mij helemaal niet lastig. Nee, wel nee, ik heb er nog 2. Mooi. Ja hoor, ik heb er 1 met een zilveren slotje. Ja. En ik heb er zelf nog 1 met een echt gouden slotje. Ja. Ja. Wilt u misschien even komen kijken? Ja, die met een gouden slotje. Ik ga met je mee, Van Dijk. Ja, ik zal even openen. Ja. Dankjewel, Van Dijk. Dat is ook niet te geloven. Samorgen had ik me helemaal door mijn kop geschoten. Hoe moet ik nou beginnen? Wat heb ik nog eigenlijk? Hier, 6, 7 centen. Nou, dat heb ik ook niet veel aan. Dat kan ik ook niet meer verkopen. Zo? Wat nou? Zit jij je rijk om te tellen, zeg? Hm. Zal ik jou eens wat vertellen? Dan kan je daar eens een hele mooie villa voor kopen. Weet jij dat Samorgen jarig was? Ja, natuurlijk. Een veldwachter, die weet toch zeker alles? Jo, weet je wat ik gedaan heb? Ik heb een mooie bos chrysanthemen voor haar gekocht. Ja, zo groot hoor. Ja, ik laat me daar een beetje kennen. En jij? Jij gaat een villa voor haar kopen, hè? Nee, een rijpaard met een zweep. Dan kan ze jou tenminste op je broek timmeren. Als je weer zo ongezien in om een koekje zit te bedelen.
Nog man, vlieg op. Ja. Ah, schijt toch uit. Ja, met jou zeker nooit een fatsoenlijk woord te spreken, wel. Ach, bonjour. Kijk eens, kijk hem lopen, die Hansworst. Morgen gaat hij weer met de grote bos bloemen in je verzaadje. Ja, dan gaan we niet in een potje bloemen. En ik kom hier weer met lege handen. Waar haal ik nou een... Natuurlijk. Bij broemsnoer. Voor het huis. Er staan geraniums in een bak. Als ik daar nou zo'n bosje van pluk, dan kom ik tenminste niet met lege handen bezaaid. Dan heb ik tenminste ook bloemetje. Dat doe ik. Vanavond, als het donker is... Laat het zwiebertje maar schuiven. Ik ga er vandoor. Dat Pietje, gaan we weer naar huis, naar mijn Hooiberg. Ja, tot ziens. Meneer, tot ziens, hoor. Ja, super. Ja, het is kijk, meneer de Borg. Het is echt koud. Ja, het is he? Erg mooi. Ja, ja, ja smaak. Ja, heel mooi. Ja. Cornelia, krijg ik nou eindelijk eens thee? Ah, oh, dan heb ik je er net al aangeboden, maar je gaf geen antwoord. Je bent zo in je krant verdiept dat ja. Je... Mag ik alsjeblieft mijn krant even lezen? Ik ben de hele dag druk in touw geweest. En ja, dan kan je toch wel even mijn antwoord geven als ik iets vraag. Cornelia, dit is mijn vakliteratuur. En als ik daarmee bezig ben, dan hoor ik niks. Ach, jij leest alleen maar over diefstal en ongelukken. Ja, maar dat is ook mijn vakliteratuur. Nou, komt die tijd nog, ja of nee? Hoor, ik ga inschenken. En mopper niet zo tegen me, anders krijg je helemaal niks. Mopperen? Ja, dat is een lekkere vrolijke broek, meneer Broemsnoer. Als ik zijn vrouw was, dan kreeg je meteen een kopje afwaswater van me. Ja, maar hier zijn de mooie bloemetjes, de geranempjes. Daar gaan we een lekkere bos voor plukken. Zo'n bos. Hoor je dat, Cornelia? Ja. Dat is natuurlijk die verdraaide kat van de buren weer. Ik ga best wezen, ik ga mee even kijken, Bron. Wie, ik? Wel, ja... Ik zal me weer opstaan, hè? Nou goed, ik ga al. Ik heb de hele dag nog niks gedaan, natuurlijk. Wel, nee. Ga je weg? Kst, 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 kst. Ga weg! Miauw. Nare kat, ik er ben, misselijk dier. Miauw. Ga weg! Kst, kst, kst. Nou, dat mispunt is eindelijk verdwenen. Miauw. Ik moest die buurman van mij maar eens met een bekeuring dreigen. Miauw. Natuurlijk. Laat je dat ondier s'avonds binnenhouden? Oh, ah. Zo, die is weg. En nou, de bloemetjes. Mag je dat nou wel doen, Zwiebertje? Nee, hij mag weten weer. Net op het moment dat hij zijn mond moet houden. Nee, juist op een ogenblik dat ik je wat te zeggen heb. Ik mag nou wel een bloemetje plukken? Het zijn de bloempjes van Broemsnor. Nou, die verdient niet beter. Dat is allemaal het toppunt, hè. Die zit mij altijd dwars en snuit zijn vrouw af. Allemaal uitvluchten, Zwiebertje. Maar het is voor Saar de verjaardag. Smoesjes. Allemaal smoesjes, Zwiebertje. Nou, ga er maar op, zeurkous. Stelen is stelen. Nou, he, schiet er maar op, ga er maar weg. Goed. Goed. Ik ga al. Gelukkig. Maar ik kom weer terug. Moet jij weten. En dan? Hm? Dan is het te laat. Psst. Nou, die is tenminste opgehoppeld. En nou, het werk. Zo, hier is jouw thee. Ah, eindelijk. Nou, het zal tijd worden. Ja, in ieder geval. Langzaam ze leven, langzaam klaartje leven. Hoor ik nou eens, langzaam klaartje leven. Ik ben helemaal in de bodem, helemaal in de weg. Op de zenuwen, dat ik kan filmsenteren. Hallo? Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Saar, Julurie. Saartje, Saarewits. Saarewits. Saar, nee, ik vind meer Saarevoet. Waar zijn ze nou toch? Saar, waar ben je? Waar is mijn jarige meisje? Maar we hebben er niks van, ze moet toch thuis wezen. Hallo, Saar, waar ben je? Boven op de kamer. Boven op de kamer? Nou, dan ga ik toen meteen naartoe. Ik kom.
Wat een heerlijk herfstweertje. Nou, maar dat is goed voor mijn bloemetjes. Oh, kijk in die kruisantjes er is mooi bij staan. Nou, mijn geraniums. Die... Mijn geraniums? Waar zijn mijn geraniums? Zie je wel, die zijn gestolen. Dan was het gisteravond toch geen kat. Dan was het een geraniumdief. En dat kan er maar één zijn. Zwiewertje. Als ik dat mannetje te pakken krijg, dan sluit ik hem op. Ja, kom in. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glade. Hartelijk gefeliciteerd en nog eens 100 keer erbij. Zwiewertje, je drukt me haast plat. Ja. Zeg, hoe wist jij dat ik jarig was? Nou, dat is net zo'n belangrijke dag als Koninginnedag. Dat is een dag die je nooit vergeet, hoor. Alsjeblieft, hartelijk gefeliciteerd. Van je liefhebbende Zwiepjen. Zwiepen, wat prachtig. Ja. Dankjewel. Oh, geraniums aan een bos. Ja. Dat heb ik nog nooit gekregen. Nee, daarom krijg je ze nu van mij. Oh, hoe kom je daar nou aan? Die kan je toch zo niet kopen? Nee, ik kan ook niet. Ik heb ze ook in het wild geplukt. Oh, dat kan niet. Nou, ik kan alles. Wat, heb je een vaasje? Misschien ga ik even een vaasje halen. Hey, ja, wil jij dat doen? Onder in de kast. Er staat wel een vaas. Onder in de kast. Ja, want ik moet nog een paar boodschappen doen en nog een brief wegbrengen voor meneer. Oh, wat prachtig. Een heerlijke... Oh, kijk, nu is een heerlijke slagroomtaart met kersen. Ja, afblijven, hè. Even wachten op de koffie. Even wachten. Ik ben zo terug. Ja. Kijk eens. Heb ik van meneer gekregen. Ja, mooi, hè. Oh. Nou, zeg, prachtig, hoor. Ja. Erg mooi. Maar zuinig op wezen. Ja, natuurlijk, Zwiebe. U bent een kwartiertje, ben ik terug, hoor. Ja, vaarwel, schone. Laat je me niet te lang naar je hunkeren. Oh, je naar de taart bedoel je, zeg. Nou, ja. Nou, tot zo. Ja, tot zo. Kom gauw terug. Ja, hoor, voor elkaar. Ja. Hey. Zet vast koffiewater op, ik zet vast koffiewater op. Ja, cool. Niet te geloven, dit mens. Nog een simpel de boom. Wat een taartje. Oh, wat een heerlijk taartje. Daar zou Zwiepje wel een stukje van lusten. Niet doen. Niet doen. Dat doen brave jongetjes niet. Die komen er niet aan. Afblijven. Niet aankomen. Die taart wordt strakjes en dan doen we strakjes met de koffie. En niet zeuren. Ga wat anders doen. Nou goed, gaan we wat anders doen. Een papiertje hebben we niet nodig. Hier. De bloemetjes. Nee, dat vind ik niks. Dat is niks. Veel te weinig. Dit is een beter vaasje. Als we nou de bloemen van zijn een edel gehaktbraaien hierin zetten. Ploep! Kijk eens, valt meteen erin in een prachtige bos. De mijnen. En hierin. Oh, nou is dat schijnbaar. Die vaas die gaat weg. Oepsie. Nou, dat is toch keurig en wat. Een taart. Het water loopt mij uit de mond. Ik heb zo'n zin, in een lekker stukje taart, in een lekker stukje taart, lekker stuk, lekker. Wat hoor ik daar? Lawijt? Ik hoor lawijt. Zou ze nu al terug zijn? Gauw de deur eventjes voor de open doen. Ja. Ben ik boven hier op een zaakje? Ik heb hem voor u meegebracht. Heb het voor me mee? Ik ben heel tent! Brom, au! Deuren met zo! Brom, nog verstoppen! Ik moet me verstoppen! Ik moet me verstoppen! Ik ben er niet, ik ben er niet! Ik zeg, ik ben er niet! Mijn bloemen! Onder de tafel! Onder de tafel! Au, au! Mijn flesje klonje! Roem! Bloemen! Waar moet ik heen? In bed! Ik ga in bed! Daar is ook iets, kan je me zien! Onder het kleed! Nee, ook niet! Kan je me ook zien? Je moet ergens naartoe. Naar de kleren. Nee, ik bedoel de kast. De klerenkast. Zo, je verzet. Oh, ben u er ook niet? Oh, zit u daar? Je verzet, ik ben het hoor, Blomstor. Ik ga vast zitten. Oh ja, nee. Ik heb het bijna niet. Ja, natuurlijk hoor. Ik ga maar van lekker zitten. Ja, zij is niet thuis. Ik ga even boodschappen doen, hè. En ik moet ook direct hoognodig weg. Oh, u bent zeker de zuster van juffrouw Saartje. Ja, nee hoor, ik ben de nicht. Oh, mag ik me even voorstellen? Juffrouw,
Juffrouw... Annetje, zegt u mij, juffrouw Annetje. Ja. Ja. En nu, het is, oh, ik zie het al, ik zie het al. U bent een generaal. Oh, u bent een generaal. Nou, blijf toch zitten. Ik ben maar een eenvoudige vrouw. Ja, maar ik moet u nog iets vertellen. U schat me veel te hoog, hoor. Te hoog? Ja. Wel, nee, ja, natuurlijk niet. Natuurlijk ja, niet. Ja. Zal ik u eens een geheimtje vertellen? Een geheimtje? Wie? Ja, Nee. Het is veilig geen geheim, hoor. Ik ben de dorpsveldwachter hier. Oh. Jawel, ik ben wel een man van gezag, hoor. Ja, dat zie ik, dat zie ik. Ja. Een medaille aan het keurig allemaal. Ja, prachtig, prachtig. Maar ga toch zitten, man. Ga toch lekker zitten. Ja, en ik wil u niet langer ophouden. Nee. Ik moet helaas weg. Nee. Gaat u alsjeblieft niet weg. Hou me dan nog een ogenblikje gezelschap. Oh. U moet begrijpen, het is voor mij zo'n groot voorrecht... om met de nicht van de vereerde jarige kennis te mogen maken. Ja. Met een nicht? Ja, u bent toch de nicht van... Oh, ik ben een nicht, ja! Ja, de nicht ben ik, ja. Ja. Nou, dus dat vindt u? Ja, dat vind ik. Nou, dan kom ik er maar eventjes bij, zeg maar heel even mee. Wat gezellig. Ja. Zo, heeft u een prettige of een vermoeiende reis gehad? Of ik wat heb gehad? Een prettige of een vermoeiende reis. Reis? Ja, u bent toch hier naartoe gereisd? Ja, natuurlijk. Oh nee, dat is best meegevallen, hoor. Best meegevallen, jazeker. Oh, ik heb heerlijk geslapen. Heerlijk geslapen in de kindcoupé. In de treincoupé. Verrukkelijk. Ja, ik dut altijd in de trein, hè. Oh, je moet niet vergeten op mijn leeftijd. Maar neem me niet kwalijk zo te zien. Ziet u er toch zo jong uit? Ja? Ik ben aan een driedubbele overhaal. Ik bedoel, ik ben een driedubbele groetding, moeder. Oh, ja. Dus u bent getrouwd. Hé? Wel, ik getrouwd! Ja. Ik getrouwd! Ja. Ik! Ja, natuurlijk. Hoe kom je daar? Ja, ik kijk wel uit. Ik bedoel, ik kijk maar luister nou eens, u zei zo even dat uw grootmoeder was. Ik groot? Ja, dat zei u, ja. Ja. Ja, maar dat was maar een grapje van mij. Ik ben inderdaad getrouwd, hoor. Ja. Oh, yes, ben, ja. Ik zit vol met van dit rot geintjes. Ja. Wat kijkt u me nou vreemd aan? Hè? U kijkt me zo vreemd aan. Oh, de bijl. U bedoelt de bijl. Ja, die bijl die hebben voor mijn gezicht. Ja. Ik kan niet meer zo goed tegen het dagding. Licht. Het daglicht verdraag ik niet zo goed, begrijpt u wel. Ik keek niet zozeer naar u, hoor. Oh. Ik keek meer naar die lampetkan. Naar de lampetkan? Wat is daar dan te zien? Oh, die bloemen natuurlijk. Ja, ja die zijn prachtig. Ja, de bloemen zijn prachtig. Heeft, die andere nicht, die heeft die van de burgemeester gekregen. Begrijp je wel? Die zijn bloemen van de burgemeester. Oh, en nou is als een haas, als Soef de Haas is in de stad in... om een vaasje voor dat, die troep te kopen. Ja. Nou, maar het is weer haakjes niet op het een of ander, hoor. Maar u heeft toch ook prachtige bloemen, Merel. Prachtige bloemen. Ach, jawel, maar dat is maar een heel bescheiden boeketje, hoor. Oh, zeg maar rustig aan netje, hoor. We zijn toch kerels onder elkaar. Nou, man, hoor. Ja, hoor, ik zit toch u houdt wel van een grapje, hè? Ja, hoor. Nou, zegt u dan tussen weer haakjes tegen mij, Bromsnor, hoor. Oh, wat een eer, wat een eer. Tussen weer haakjes, Bromsnor. Nou. Dat had ik ook nooit gedaan. Oeh, islamist. Nou, een ogenblik. Blijf eens even rustig zitten. Dan ga ik eens even in de kast van mijn nicht kijken. Nog een vaasje. Dat zou leuk zijn. Marokje. Ik geef even kijken of er nog een kast in de vaas is. Een vaas in de kast. Ja, dat zou leuk zijn voor mijn bloemetjes, hoor. Zo terug. Ja. Kijk toch het even aan. Heerlijk. Dan zie je me niet kwalijk, maar is dat vaasje niet een beetje klein? Nou, ik neem u niks. Als ik dat zo zeggen mag. Ja, u mag alles zeggen. Nou ja, alles is ook overdreven, maar wat dat betreft, jupplein, heeft u gelijk, ze zijn te groot, hè. Ja. Nou, maar dat is geen krimpunt, hoor. Daar weet Annetje raad op. Annetje weet er raad op. Oh ja? Oh, waar is de naaien, de naaien om te naaien? De naaimand. Ja, juist! Die staat achter u, daar, bij het nachtkastje, daar op de grond. Oh ja, ik zie het al, ja. Nou, dan zullen we eens even kijken. Dat is zo gefixt, hoor. Dat is zo gefixt, hoor. Neem me toch niet kwalijk, Huh? Ja, nee, ja. Ik neem u helemaal niets kwalijk, hoor. Ja. Ik neem u helemaal niets kwalijk, maar ja, zo kan dat niet, Weet je wat? Ach, ik heb ze te kort afgeknipt, zie ik, hè? Te kort? Ja. Oh,
Dat heb je ervan, hè? Als je met een luier voor je gezicht, een sluier voor je gezicht loopt. Nou ja, mijn ogen zijn niet zo goed meer. Nee. Wat is er? Wat is er? Ik kan wel huilen. Ach, niet huilen. Nee, 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 niet huilen. Laat me huilen. Kom, 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 natuurlijk, de kom, de was, kom. De kom, dat ik zo stom, kom, kom, hoe ben ik zo stom, de waskom, natuurlijk, waskom? Ja, de waskom, natuurlijk, weet je wat we doen, we maken er een lekker drijvertje van, hè? Een stukje drijvertjes leggen we in de schaal, drijvertje, ja, ik bedoel, hoe komt u toch zo op het idee, u bent zo intelligent, hè, alleen mannen zijn zo intelligent. Je zal intelligent bedoelen. He? Ja, wat hersens betreft ontbreekt het me niets, hoor, tegen u gezegd. Nee, als veldwachter kijken we was. Kom, en dan kijk eens even aan hoe we dat keurig doen allemaal, hè? Kijk eens even aan, dat wordt een prachtig, prachtig boeketje. Zo, heerlijk hoor, heerlijk nog. Dat kan in de vuilnisbak, dat heb ik niet meer nodig. Zo, kijk eens even aan. Hier, een beetje zout, een beetje peper. Een zalig slijtje. Een zalig slijtje, zo. Nou, kijk eens even aan. We zullen een beetje bloemen, een beetje water. En dan kan je, lekker voor elkaar. Weet je wat, dan zetten we die van binnenuit. En dan zetten we dit hier neer. En de bak met drijvers daar. Nou, kijk toch eens aan. Wat geweldig. Een keurige pot boerenkool. Ja, zo. Ik moet u eerlijk zeggen, het is... Huh? Het is nou niet zo onaardig. Nee, het is niet onaardig. Nee, niet schattig, onaardig. Hè? Schattig. Nog, ga nog even zitten. Ja. Dan kom ik er nog even gezellig bij. Ah, zo. Ja. Ha, wat knus. Wat eerder. Ja. Ik, Wat zit er nou weer ondeugend en hongerig te kijken? Ja, daar komt die taart, hè. Huh? Die ziet eruit op de watertanden. Ja, dat ik, ook al. Ja. U zou best een stukje lusten. Kunt u het zo raden? Ja. Nou, maar als het niet te veel gevraagd is. Ben je gek, malle meid? Dan hoor ik nou, malle meid. Nou, weet je wat ik doe? U geeft me een stukje. Ik geef even naar de kaaf van het lasje. De laaf van het kastje. Ja. Eigenlijk een mes. Ja. Een schoteltje. Ja. En een lepeltje, hè? Lepeltje hoeft niet, lepeltje. Jij krijgt een lepeltje. Goed, Annette, als jij dat wil. Lepeltje zo. Ja, ja. En... Oh, wat een stuk. Oh, ik heb nog steeds last van mijn ding. Van mijn, hoe heet zo'n ding? Van mijn verhalen. Wat zonde. Ja, wat zonde, dat mag ik niet hinder, hoor. Ik haal het er allemaal af en ik... Oh ja. Zo, kijk eens even. Toch alles, hè? Oh, dankjewel. En... Er is nog het lepeltje. Oh, dat hoort er nog bij. En eet smakelijk dat het je mogen bekomen, hè? Op je gezondheid dan, Annetje. Nou, nee, liever op de gezondheid van mijn nicht. Nou, op je beide gezondheid dan, hè? Maar niet op die oude vreedzak. Kijk hem eten, kijk hem eten. Ik zit net op de klok te kijken. Ja. En ik moet helaas weg. Het spijt me zo vreselijk. Moet u weg? Ik had u zo graag nog langer gezelschap houden. Eerlijk gezegd, ik zal u missen, hoor. Ik zal u verschrikkelijk missen. Maar u moet me beloven, kom terug. Kom een keer terug. Oh, nou, dan kunt u op rekenen. In een wip, hoor, Brammelpontje. Ja. In een wip ben ik terug. Reken naar me. Maar in die tussentijd kun je je toch zelf nog wel amuseren zonder mij. Nee, heel moeilijk. Heel moeilijk, Annetje. Heel moeilijk, hoor. Heel moeilijk? Ja. Nou, weet je wat? Ja. Ga er nog eens lekker mee zitten. Ja. Huh? Ja. Dan, dit is een beetje oud en kruimelig geworden. Hè? Huh? Maar ik zou het toch maar lekker opeten. De taart zet ik vlak bij je neer. Ja? En de mesjes zet ik erbij. En als je nog een stukje wil hebben. Ja? Ga je maar rustig je gang. Kan ik gewoon mijn gang gaan? Ja, je kan gewoon. Mag ik die hele taart opeten? Oh, wat mij betreft. Het oh, Annetje. Nou, zeg, doe me alstublieft een plezier. Wat doe je nou? Oh, nou, het was maar bedoeld. Bah, 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 bah. Driewerf, bah. Oh, Annetje, dat heb ik niet zo bedoeld, hoor. Nee, ik ga naar een deur. Tot ziens. Ja, netjes. Tot ziens. Ja. Tot ziens. Ja, hoor. Wat? Wat is dat? Zeg, hé, jij bedrieger. Nee, jij lelijke moeder je bent. Ik zie je al, hè. Sievertje, hè. Maar jij zo... Wat doe ik nou allemaal? Kom hier, kom hier. Ogenblikkelijk, kom hier. Kom hier, kom hier. Kom hier,
Ik krijg jou heus wel. Kom hier, jij. Kom hier. Laat die heen. Kom hier, jij. Ik zal je. Goedemorgen, veldwachter. Ja, mevrouw. Piet! 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 Hey, help! Bronsen zit achter me! Bronsen! Pak je door! Pak je door! Pak je door! Pak je door! De kwaaie hond van de melkboer? Wat, mij? Nee, hem. Ik zit hem achter zijn broek. Oh, zit je de hond achter zijn broek? Nou, dan mag je wel uitkijken dat je hem niet in zijn staart bijt. Wat een hond. Ik zit hem achter zijn broek, die mooie kameraad van jou. Waar is die? Zeg op, waar is die? Oh, je wil Sweep spreken. Spreken? Ik wil hem zijn benen breken, zodat hij er nooit meer op staan kan. Nou, begrijp je dat? Waar is die, zeg ik? Waar is die? Als jij het weet, dan weet ik het ook. Dan zie ik hem ook. Oh ja, ik zal je wat vertellen, jongen. Als ik hem te pakken krijg, ik breek hem zijn benen. Maar ik weet hem wel te vinden, wacht maar. Rustig. Deur op slot, hè? Ja, dus hier achter de deur heb jij hem verstopt, hè? Maak open. Maak ogenblikkelijk open, van hier. Hé, de sleutel. Oh, dat is al tijd voor de. Die grote is het. Welke, deze? Ja, die grote. Oh, ja. Oh. Als je hem vindt, dan krijg je een gulden van. Een gulden? Een gulden? Ik zal je een pak slaag geven wegens het om de tuinleider van een ambtenaar, begrijp je dat? Kalm blijven. Wat zeg ik? Wat zeg je? Ik zeg niks. Ik zit zomaar een beetje uit de. Oh, wacht! Je kan hem niet open krijgen. Nee, die sleutel is wel te groot. Je hebt de verkeerde sleutel gegeven. Ik zal je even helpen. Ja, doe jij maar open. Rustig. Wat nou, rustig? Zo. Nou heb ik je, hè? En dan laat je niet meer gaan ook. Zo. Hij heeft me eindelijk. Ja. Jongen. Met een dikke ambtenarenbuik hier van je taartjesnoeperij, hè? Taartjesnoeperij. Hoe is dat nou mogelijk? Trouwens, sterkte, Sweep. We zijn hier zelfs om een sterkte. Jij krijgt een bekeuring, mannetje. Wegens het tegenwerken van de wet. Begrijp je? Kom maar, jij. Begrijp je dat? Ja, kom op. Hoe kan die Brom nou dwars door dat zeil heen kijken? Nou, daar snap ik geen steek van. Nee, daar begrijp ik nou helemaal niks van. Zo, ga je gang maar.
Je weet hier de weg, dus hoef je niks te vertellen. Ho, stop. Ho, stop. Dat is jouw cel aan deze kant. Zo. Nou, zo. Laat maar staan. Even wat aan. Alsjeblieft, mevrouw Annetje. Dank u wel, hoor. Plezierige rust, hoor. Ja, hoor. Hartelijk dank. Zo. Zo. Alsjeblieft. Een goeie. Oh. Wat stom, wat stom. Als ik niet weggevlucht was, dan was er niks gebeurd. Eigen schuld. Ja. Eigen schuld. Huh. Hij werd tegen me. Had je maar geen bloemetjes moeten stelen. Nou, ik had niet onder de deksel vandaan moeten kruipen, dat is het. Allemaal smoesjes, jongen. Als jij geen bloemetjes van Bromston had gejat, was er nooit wat gebeurd. Ja, ze zijn allemaal achteraf praatjes. Nee. Hm? In je hart weet je wel beter. Gaat er niet met lege handen bij zaak komen? Maar zeker wel. Met gestolen bloemetjes. Ach, zwart. Staat je mooi, hoor. Zwart maar een beetje vervelende gezeur. Ik word doodmoe van de gezwam. Goed. Goed. Huh? Ik zal wel weer zwijgen. Alsjeblieft. Maar denk eraan. Een geweten is een lastig ding. Dat heb ik gemerkt, ja. En hoepel nou maar op. Want er komt mijn vriend Brom aan komen. Mijn eigen Brommetje. Mijn lieve aardige Brommetje. Dag, Brommetje. Dag, Zwiebertje. Zo, ja hoor. Daar is jouw lieve brave Brommetje weer. Ja, ik kon niet zo lang wegblijven bij mijn goede vriend. Ja. Zo. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik dacht, mijn goede vriendje Zwiebertje, die zal het wel koud krijgen. Dus wat heb ik gedaan? En de jas. En zijn hoedje meegebracht. Goed, hè? Ja, hoor. Ja. Ja. Maar toen dacht Bromston nog verder. Oh ja? Ja. Nog verder? En Bromston die dacht, nou, wat zal zijn vriendje Zwiebertje toch een honger kunnen hebben? Potje. Ja, nee, niet nieuwsgierig, hoor. Niet nieuwsgierig. Ik zal je dadelijk precies vertellen wat je krijgt, maar ik moet het even halen. Blijf jij nou rustig liggen. Vermoei je alsjeblieft. Niet, ben hoor. Ik heb een plan, hoor. Heel goed, heel goed. Nou, een ogenblikje. Ik ga het even halen. Ga je toch niet zo kwaad, die Brom, hoor. Ik heb hem dus verwend met die taart. Dacht hij, nou moet ik ook eens wat terug doen. Het is toch een aardige, brave borst. Zo, nou, daar zijn we dan, hoor. En nou eens even onder het kastje kijken. Onder het kastje kijken? Welk kastje? Ja, het is een kiekeboekkastje. Wat zien we nou? Nou, een heerlijk bruin, goudbruin gebraden carbonaatje. Ja, en gebakken aardappeltjes. En appelmoes. En wat staat er in dat bekertje? Melk. Nee, een heerlijk licht wijntje. Dat is om het eten door te spoelen. Dat is heel goed voor de spijsvertering. Zo, ga jij nou eens lekker zitten. Ja. Hé, dat is als Wiebertje het hele... Je bent toch een braaf Brommetje, hoor. Braaf, hè? Ja. Zal ik het even op je schoot zetten? Nou, graag, hoor. Zo. Nou. Denk erom. Denk om de jus. Denk om de jus, anders loopt ze eraf. Ik denk om de jus. Nou, wat zeg je ervan? Ja. Wat moet ik daarvan zeggen? Beetje oud, hè? Ja, maar het is ook antiek. Echt antiek. Uit het winkeltje van je brave kameraadje. Ja, ja, die had het nog liggen. De hele tijd trouwens al, want we hebben hier al een hele tijd geen gevangenen meer gehad. Zo, lekker, hè? Heerlijk, hoor. Zo, eet smakelijk, jongen. Dankjewel. Maar ik zeg... Dan heb je het weer. Ja, natuurlijk. Jij hebt het weer, hè? Sst. Geen flauw grapjes. Zeg, neem maar nou eens... Luister! Wat nou, luister? Dan hoor ik het weer. Dat was er net ook al. Wat hoor je dan? Ja. Hoor jij dan helemaal niks? Ik hoor niks. Ik hoor helemaal niks. Nou, dat is helemaal fraai. Met zulke oren. Als de burgemeester, als ik hem dat vertel, nou, dan ben je ongeschikt voor je dienst. Dan maak je het niks om oren. Ik heb hele beste oren. Begrijp je dat? Wat, jij beste... Sst. Heb je het weer? Heb je het weer? Wat heb je dan? Wat heb je dan? Sst. Luister. Hier. Precies in het hoekje. Wacht. Ja. Ik hoor weer. Wat doe je dan? Fluistert iets. Het schuifelt iets, ja. Ik hoop precies... Ga je toch uit schuifelen? Ja. Dat zijn ratten of muizen. Hey, wat ben je toch een vies peuk? Ratten of muizen? Bestaan er ook een gemeenteratten? Ja, natuurlijk. Nee, en...
Wat dan? Het is niet. Het is niet of er iemand fluistert. Fluistert? Ja, er fluistert iemand. Hoe kan dat nou? Zeg, luister eens. Ja? Staat er boven in het gemeentehuis een brandkast met geld? Brandkast met geld? Hierboven? Ja, natuurlijk staat hier een brandkast met geld boven in het gemeentehuis. Zie, daar heb je het al. Inbrekers. Die gaan van de gang. Die gaan van de gang onder het gemeentehuis. Die klimmen vannacht naar boven, plunderen de brandkast en juist dat mooie hemd. Ja, heb je het echt gehoord, vriend? Ja. Sta er niet te lachen, maak me alsjeblieft niet belachelijk. Nee, ik. Heb je het echt gehoord, vriend? Ja, ja, ja. Sst. Ja, heb je het weer? Ik hoor niks. Ja, hier. Wacht even, ik kom bij je. Je hebt er een oude mannetjes bij je, hier zo. Nee, natuurlijk niet. Hier, deze plek. Goed luisteren. Hier zo? Ja, precies. Daar op die plek. Ja. Luister hier, kijk, horen. Ja. Nee, zwiep, ik hoor niks. Sst, goed luisteren. En je oor op de vloer. Oh, op de vloer? Je oor op de vloer, juist. Je oor op de vloer. Blijf luisteren, hoor. Ja. Ik ga buiten. Ja, dat is goed, zwiep, dat is goed. Ik ga buiten even controleren. Hou je ogen open, hoor, hou je ogen open. Ja, en jij je oren. Ja. Nee. Wat is gek, Fiep? Ik hoor nog steeds niks, joh. Nog steeds niks, Fiep. En de groeten. Ja, hoorde ik wat. De groeten van een netje. Van wie? Van een netje. Van je van netje? Wat bedoel je? Wat? Nee, schurk. Kom hier, vooruit. Geef op, geef op. Doe open die deur. Doe open die deur. Doe open die deur. Vooruit. Wat is dat? Geef die pet hier. Wat hè? Geef die pet hier. Ik zal jou, mannetje. Ik zal jou. Ja, wij zullen. Jij zal helemaal niks. En je petje, dat neem ik mee. Weet je waar ik mee naartoe ga? Ik zal jou een winstje bewijzen. Met dat petje ga ik naar juffrouw Cornelia. Om te vragen, juffrouw Cornelia, zou je verdiend willen zijn het petje van Brons door even schoon te maken? Want het zit vol met vlekken. Want zo kan je de burgemeester toch niet onder de neus komen. En je gaat zeker niet met een vuil petje naar het feestje van Saartje. Bedriegen. Dag. Bedriegen. Geef me groeten, hè? Wat de groeten. Nee, Zwiep, niet weglopen. Niet weglopen, Zwiep. Kom hier. Ach, Zwiepertje. Waar kom jij hier zoeken, jong? Brom is het niet, hoor. Maar ik kan elk ogenblik komen. Het is bijna etenstijd. Wil je hem binnen wachten? Graag, dank u. Ja, lieve juffrouw Cornelia, u vraagt wat ik hier kom zoeken. Ja. Maar als beschermer van uw manswaardigheid kom ik namens hem u iets brengen. Pet. De pet. De pet van mijn man. Ja. Daar is toch niks bijzonders aan? Oh. Er is toch niks gebeurd? Waar is die? Hij in de petoet voor dienstzaken. Dat wil zeggen, hij voelde zich genoodzaakt zich enige tijd af te zonderen. En hij had al zo'n zware dag achter de rug. Wat is er dan met die pet aan de hand? Oh. Alsjeblieft, één vlek. Ja. Eén grote vlek. Ik moet u eerlijk zeggen, en daar uw man nog in dienstverband met een daaraan verbonden pensioen, nog als gemeentelijke veldwachter zich in het dorp kan vertonen met een dergelijke volgekledde pet, en aangezien hij ook nog eens met een dergelijke pet niet onder de ogen kan komen van zijn edelachtbare heer, de burgemeester, verzoek ik u deze ontredderde en bevuilde pet derzelve zo spoedig mogelijk te willen reinigen. Oh, wat normaal van woord, Zwiepertje, dat ben ik helemaal van jou niet gewend. Zeg, het lijkt wel vet, hè? Ja, vet van de pret. Er zit ook natuurlijk vaak een oprisping. Zo. Hé, dat is waar. Vroeg u mij niet om een lekker warm bakkie koffie naar binnen te... Nee. Dat vroeg ik jou niet, maar ik heb jou wel door. Oh, we hebben door. Komt in orde, hoor. Ik heb nog een beetje extract in de pot. Zo. Zo. Het is niet zo warm zeker meer, hè? Het is niet zo vers. Nee, dat dacht ik wel. Nee, maar dat geeft niet door. Met 3 scheppen suiker en een scheut room zal het best maken. En ook geen room, Zwiepertje. Huh? Gewoon gekookte melk. Gekookte melk. Zo. Zo, dank u wel. Yeah. Wat is er? Is die goed? Heb je vliegende koffie? Huh? Vel. Ah, oh, doe nou. Jij bent niet bang voor een klein velletje. Een klein velletje? Dat is een koeienvel. Als je het dan zo erg vindt, ga dan maar naar de keuken. Op de aanrecht ligt wel een zeefje. Op de aanrecht ligt wel een zeefje. Oh, ja, neemt u niet kwalijk. Zo, even een zeefje. Zo. Oh! Wat ruikt het hier verrukkelijk. Ben u een kipje aan het braden? Nee. Lekker carbonaatje voor mijn Brom. Als hij direct thuis komt. Oh. En weet u, man, dat u hem op een carbonaatje zou...
trakteren? Jazeker, heeft je zelf om gevraagd vanmorgen. Oh ja? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, weet u wat hij tegen mij zei? Hij zei, oh, Swiepertje, een heerlijke goudbruine gebakken carbonaat. Nou, heerlijk. Oh, ik had het je zo graag gegund, hè. Ah, dat is echt iets voor jou, een lekkere goudbruine gebakken carbonaat met gebakken aardappeltjes en appelmoes. Oh, oh, dat zou echt iets voor jou wezen. Ja, dat zei hij, hoor, dat zei hij. En toen zei hij ook nog van, voor jou een halve carbonaat, Swiep. Ja, de ene dienst is de andere wat. Ja, dat zei hij. Mijn Brom is anders niet zo royaal, hoor. Nee, nou, maar ik heb hem nou opeens van een heel andere kant leren kennen. Jongen, jongen. Ik zit wat je noemt de watertanden. Nou, neem me niet kwalijk, ik ga maar een eentje omlopen. Blijf maar. Ik ga kijken of de carbonaatjes al doorgebraden zijn. Ja? Maar aardappeltjes heb ik nog niet, hoor. Nou, dat geeft niet, hoor, juffrouw Cornelia. Ik was ook wel een carbonaat zonder al die troep eromheen. Levenslang moest de edelachtbaren hem geven. Ja, levenslang. En als het kon, nog veel langer. Die schurk, die schavuit. Maar die zal ervan lusten, hoor. Als ik... Over lusten gesproken. Mijn carbonaatje. Natuurlijk, mijn carbonaatje. Als Cornelia dat nou maar niet aan laat branden. Jongen, jongen, wat een carbonaat, wat een carbonaat. En wat een vlekken zijn dit, zeg. Ja. Krijg er gewoon niet uit. Nee, een beetje warm water te proberen. Het zijn echt wat verzoend, ratvlekjes. Nou. Ja. Is uw man nou ook zo dol op carbonaatjes? Mijn man? Och, die is dol op alles wat hartig is, hè. Zoetigheid niet, hoor. Zoetigheid moet je niet mee aankomen. Oh, nee? En die pet dan? Wat is er met die pet? Dat zijn slagroomvlekken. Hoezo slagroomvlekken? Zuivere slagroomvlekken. Ah, hoe komt mijn Brom nou aan slagroomvlekken? Moet u mij niet vragen. Dat zou ik maar eens aan juffrouw Annetje vragen. Wie is juffrouw Annetje? Krijgen we nu? Kent u juffrouw Annetje niet? Nee. Nou, dat is een leuk wijf. Dat is de nicht van juffrouw Saartje. Geweldig, echt zo'n mens wat graag de bloemetjes buiten wil zitten. Oh, en wat heeft mijn Brom met die juffrouw Annetje? Niks, hij was vanmorgen bij haar op bezoek. Hoe weet jij dat? Hij heeft toevallig met mijn eigen ogen gezien. Wat had hij dan bij die juffrouw Annetje te zoeken, Zwiebertje? Zoetigheid, juffrouw Cornelia, zoetigheid. Allemaal zoetigheid. O, ze heb je maar verwend tot in het oneindige. Oh, de hele tijd maar door. En zo'n taart stond er op tafel. Oh, heerlijk. En die Brom heeft zitten smullen, die heeft zitten smullen. Heeft zeker een halve taart hem zitten eten. Hij was er een dol heen. Ik heb die man nog nooit zo gezien. En die andere helft van de taart, heb jij die mee opgegeten? Nee, niks ervan. Geen kruimeltje. Daarom had ik zijn honger. Juffrouw Annetje, heeft die andere helft opgegeten? Juffrouw Annetje, de andere helft opgegeten. Komt u daarbij? Ze werd veel te blij dat ze uw man eens lekker kon verwennen. En hebben ze jou gewoon laten toekijken? Ja, juffrouw Annetje, ja. Ik kon toekijken, ja. Ik, wie ben ik? Arme, berooide zwerver. De andere helft van de carbonade krijg jij ook nog. Ja? Mijn brave Brom zal na al dat verwennerij en gesnoeperij bij dat rare mens zeker geen etenstrek meer hebben. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, als Brom dat zou weten, dan zou hij zich verheugen. Nou, ik ben ook een veel aardigere vrouw dan juffrouw Annetje. Dank u zeer. Nou. Praat er nou maar niet meer over, ik wil er niks meer over horen. Nee, ga de rest halen voor je. En dan krijg je nog een appelmoes ook. Nou, wat graag, juffrouw Cornelia. Nee, dat gaat niet. Nou, daar gaat mijn carbonaatje, hè. Ik voel al dat het aan staat te branden. Ja, en ik zie ook al hoe Cornelia in de grootste onrust steeds me naar de voordeur loopt om te kijken of dat ik er niet aankom. Ja, maar ik kom niet. Nee, natuurlijk niet. Mijn arme carbonaatje. Ja, natuurlijk ook mijn arme Cornelia. Ja, natuurlijk. Ach, als ik eraan denk, als ik aan die kerel denk, dan... Ik zal dat... Nee. Ik krijg die naam niet meer over mijn lippen. Nee, maar als ik hem zie, dan zal ik hem. Ik zal zeggen dat ik... Hé, mijn sabel. Met mijn sabel kan ik het proberen. Dat doe ik. Als dat lukt.
Ja, ja, het lukt. Ik heb ze. Ik heb ze. Wacht eens even. Wacht eens even. Zo. Zo. Hey. Ja, als veldwachtertje moet je koppie hebben. En dat heb ik hoor. En nou, op dat geboefte af. Ik... Nee, niet op dat geboefte af. Eerst mijn carbonaatje. Nou, dat was heerlijk, juffrouw Cornelia. Maar ik zal mijn bordje naar de keuken even brengen. En dan zal ik het gelijk eventjes voor u aanmaken. Oh, dat hoeft niet hoor. Zet maar gewoon op het aanrecht. Zo. Nou, ik heb het neergezet. En hartelijk dank. Ik moet u eerlijk zeggen, juffrouw Cornelia. Ik heb in weken niet zo heerlijk gegeten als nu. Gelukkig dan maar, hè? Ja. Ah, en de Peters ook eens gewoon, zie ik. Nou, dan zal ik hem meteen maar even aan uw man brengen. Dat zou fijn zijn. Ja, en nogmaals hartelijk bedankt. Duizendmaal bedankt. Tot ziens. Hoor, ja. Oh, ik vergeet de pet van uw man. Ja, nee, dat hoeft niet meer. Brom komt er al aan. Ik zal meneer zelf eens even mogen doen, hè. Dan ben jij daar eigenlijk. En, heeft meneer zich goed geamuseerd? Zeg je nou geamuseerd? Geamuseerd? Ik heb niks anders dan mijn plicht gedaan en alleen maar mijn plicht, Cornelia. En ook de nodige ergernissen moeten verwerken. Ja, ja, dat dacht ik al. Wat doe jij opgewonden, zeg? En wat doet mijn oelepetoetje opgewekt? Ja, dat ben ik ook, want ik weet dat er in de keuken een goudbruin gebakken carbonaatje op me staat te wachten. Cornelia, en ik ruik. En arme potje heeft al dagen niks gehad. Die heeft de hele morgen nog geen kruimeltje gehad. Ja, ja. Ja, schat, geen kruimeltje. Ja. Geef me nou gauw mijn carbonaatje. Ja, want je bent zo dol op carbonaatjes, hè? Ja, vooral zoals jij ze maakt. Oh. Ja, heerlijk hartig, hè? Want jij bent helemaal niet dol op zoetigheid, hè, Snorrepot? Nee, zoetigheid. Nee hoor, daar kun je maar geen plezier mee doen. Nee. Nou dan, hier, jouw mooie slagroompet. Slagroompet? Omdat jij zo fijn met juffrouw Annetje gestoeid hebt. Ja. Omdat jij zo fijn gesnoept hebt met juffrouw Annetje. Jouw apenkop, jouw snerfvent. Cornelia, maar dan heeft Zwiebertje jou... Jouw heerlijke goudgebraden carbonaatje opgegeten, ja. Wat? Die boef, die schurk. Maar die zal ik. Die zal ik. Jij zal niks. Jij zal alleen maar naar mij luisteren. Begrijp je? Ja, ik begrijp het. Maar dan moet je eerst naar mij luisteren. Cornelia, luister. Ga zitten. Luister. Het is zo. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Als je dan een nieuwe verjaardagstaart en een paar hele mooie graniumplanten. Hij bedoelt, hij zit platzak. Oh, vandaar. Ja, ja. Ja. Ik had graag, Saar zo graag willen verrassen. Nou, dat is je dan aardig gelukt. Ja, ah, dacht je bent ik ook. Dus platzak. Hè? Ja. Ja, ja. Gebeurt je ook wel vaker, hè? Nou, al te vaak, eigenlijk, meneer. Oh, ja, ja. Dan heb ik een heel goed middeltje tegen. Als jij nou eens een nieuw kolenhok achter mijn schuur zou willen timmeren, dat goed in de bijt zetten, hè? Lijkt me een prachtig karweitje voor jou. Ja. Ja, prachtig. Ja, ja. Ja, lekker karweitje. Ja, ja. Nou, dan ga ik meteen maar. Nee. Blijf zitten, vandaag is de feestdag. Hierbij nodig ik Van Dijk en jou uit om vanavond het verjaarsfeest van Saatje te komen vieren. Ja, de veldwachter en zijn vrouw komen ook. Oh, ja. Komen die ook? Ja. Ja. Dat is mooi. Je hebt vast een voorschotje. Kun je een nieuwe verjaardagstaart verkopen en nieuwe graniumplanten. Maar denk erom dat ze vanmiddag weer in de bak staan, begrijp je? Ik sta vanmiddag in de bak, meneer. Ja. Ik sta vanmiddag in de bak. Gloria, bi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 b
Nu moet ik werkelijk gaan. En spoedig kom ik huis weer om. Maar nu is het gedaan. Dat Sliepertje, dat zwerversman. Leef echt niet te lang weg. Als je maar even kan, kom dan weer bij ons zeg. Ja kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoet naar bed. En nu tot weer ziens hoor.